In de aanloop naar de Europese verkiezingen organiseren wij een reeks debatten. Waarom? Omdat er veel kritiek is op Europa. Omdat Europa heel intens veranderd is de laatste 10 jaar. Dus gooi de registers open en debatteer erover. Kunnen we natuurlijk geen mensenlevens beginnen opwegen tegen anderen? Wanneer gaan we eigenlijk eens praten over bio? Over de oorzaak en de oplossingen? Waarom kan Europa de commissie niet gewoon met een roadmap 2050 dichteren? Het heeft geen zin om als rijke Westen een zak geld te gaan geven om op die manier de geweten af te kopen, wat is veel belangrijker, om die mensen te leren hoe dat ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Momenteel regeert in Europa de TINA-doctrine. There is no alternative. Ik wil dat er een TIA-doctrine komt. There is an alternative. Ten eerste opnieuw reddingsoperaties op de Middellandse Zee. Twee, veilige en legale routes voor migratie en voor vluchtelingen. En drie, zorgen voor een gemeenschappelijk, geharmoniseerd beleid binnen de EU. Asielbeleid moet je in de eerste plaats aanpakken door de oorzaken van migratie en asiel weg te nemen. Dus militaire conflicten oplossen. Zorgen ook dat er economische ontwikkeling is, zodanig dat mensen niet de aandrang voelen om naar andere delen in de wereld te verhuizen. Wat een Europees migratiebeleid mijn inziens moet zijn, is een tegen de tijd bestand geïntegreerd migratiebeleid. Geïntegreerd zowel verticaal als horizontaal. Een verticale integratie, dat betekent dat de verschillende beleidsniveaus met elkaar overleggen. Een horizontale integratie impliceert dat er in de verschillende beleidsdomeinen gebeurt. Het is echt de bedoeling dat het panelaanbod komt, maar minstens ook de zaal met heel veel vragen en opmerkingen en vooral nieuwe ideeën, want dat heeft Europa nodig.